Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 7 van de Eredivisie. Maar natuurlijk ook naar de wedstrijden van de Europa League, Champions League en de KNVB-beker. Laten we met dat laatste gaan beginnen. Atalanta Ajax is 2-2 geworden. Heel jammer voor Ajax, want het was niet nodig geweest. Ze stonden met 2-0 voor en dat hadden ze echt wel over de streep kunnen trekken. AZ won ruim met 4-1 van HNK Rijeka. PSV won bij Omonia Nicosia met 1-2 en Feyenoord verloor. Heel triest, maar dat komt niet door Feyenoord zelf, maar door de scheidsrechter met 1-4 van Wolfsberger. In de KNVB-beker won Go Ahead Eagles met maar liefst 6-0 van NAC Breda. FC Twente ging onderuit bij De Graafschap met 1-3. Of tegen De Graafschap met 1-3. FC Dordrecht vocht knap tegen FC Utrecht, maar verloor met 2-4. En ADO won na penalties van Sparta. De gewone wedstrijd werd 1-1. Dan waren dit de uitslagen van speelronde 7 van de Eredivisie. FC Twente won met ruime cijfers, namelijk met 5-1 van PEC Zwolle. Ajax won met 5-2 van Fortuna Sittard. FC Groningen VVV werd 2-1. Willem II verloor met 1-3 van Vitesse. Heracles won ruim met 4-1 van FC Utrecht. FC Emmen maakte het spannend tegen Feyenoord, maar het werd 2-3 in extremis. Sparta tegen Heerenveen werd 1-4. PSV won met 4-0 van ADO Den Haag. En AZ heeft eindelijk de eerste overwinning te pakken. Ze wonnen namelijk 3-0 van RKC Waalwijk. Dan is dit de ranglijst. Ajax staat bovenaan met 18 punten. Ook Vitesse heeft 18 punten. PSV en Heerenveen hebben 16 punten. Feyenoord staat vijfde met 15 punten. FC Twente staat zesde met 14 punten. FC Groningen staat zevende met 13 punten. FC Utrecht staat achtste met 9 punten. AZ en Heracles hebben 8 punten. PEC Zwolle staat 11e met 6 punten. Willem II, RKC en VVV hebben 5 punten. ADO staat 15e met 4 punten. FC Emmen en Sparta hebben 3 punten. En Fortuna staat 18e met 2 punten. Dan is dit de top 8 van de voorspellers. Gerben is weekwinnaar geworden. Die had namelijk veruit de meeste punten en staat daardoor ook meteen bovenaan onze ranglijst met 63 punten. Tijn volgt hem op de voet met 62 punten. Op plaats 3 staat Jarno met 59 punten. Dilano staat 4e met 58 punten. Mikey staat 5e met 57 punten. Novio Magum staat 6e met 54 punten. Ik sta zelf 7e met 53 punten. En Stan en Luc staan 8e met 52 punten. De rest is natuurlijk weer te zien in de beschrijving. Dan zijn dit de wedstrijden die we voor deze week voor de Champions League en de Europa League gaan voorspellen. Midtjylland ontvangt Ajax, Atalanta moet thuis tegen Liverpool en Real Madrid moet het opnemen tegen Internationale. En Real heeft de eerste twee wedstrijden volgens mij allebei verloren als ik me niet vergis. Dus dat wordt een interessant potje. PSV gaat op bezoek in Griekenland bij PAOK Saloniki. Real Sociedad ontvangt AZ en Feyenoord moet thuis in de Kuip tegen CSKA Moskou. Dan zijn dit de wedstrijden voor speelronde 8 van de Eredivisie. Fortuna Sittard ontvangt PEC Zwolle. ADO Den Haag moet thuis tegen FC Twente. VVV ontvangt Heracles. RKC neemt het op tegen Sparta. FC Utrecht moet tegen Ajax. Feyenoord moet tegen FC Groningen. Vitesse tegen FC Emmen. Heerenveen ontvangt AZ. En PSV moet om 8 uur zondag thuis tegen Willem II. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je heel graag bij de volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.